Lens Duivenstein, ja, mooie avond. Jullie zijn weer helemaal back in business, hè? Ja, nee, je zegt het goed. Toen de scheids afloopt, toen ben ik gelijk even gaan vragen aan Jasper, teammanager, van wat heeft Roda gedaan. En die gaf het goede nieuws, dus ja, je hebt er weer een eigen hand en twee finales. Ja, jullie leken deze wedstrijd met twee vingers in de neus te gaan winnen. Maar het werd nog een hele benauwde overwinning op het einde. Wat ging er mis in die slotfase? Zo, ja, ik had wel gewoon het gevoel dat we de controle hadden de tweede helft. Alleen, ja, je merkt wel dat zij iets meer de bal kregen, maar heel gevaarlijk werden ze niet mee. En dan eigenlijk uit zo'n vrije trap valt hij voor mijn gevoel een beetje uit de lucht. Maar ja, gaan ze er wel weer in geloven, gaat het publiek erachter staan. Valt ook zelfs nog eens die 3-2. Maar toen had ik wel het gevoel van, die 3-3 gaat, dat laten we echt niet gebeuren. Dus uiteindelijk wel gewoon een goede overwinning. Ja, eerste helft domineerden jullie, 0-2 bij rust. Jij belangrijk even voor rust als jij Pauwels bedient. Ja, na rust lijkt jij de wedstrijd eigenlijk in de slot te schieten, hè, vanaf 11 meter. Ik had zo het gevoel van, die wedstrijd is gewoon beslist. Eindelijk eens een keer rustig die wedstrijd uitvoetballen. Ja, nee, dat zou je wel denken inderdaad. En dat is natuurlijk ook het allerliefste wat je wilt. Ik denk ook eerlijk gezegd dat we nog meer hadden kunnen creëren met de ruimtes die we kregen. Dat we dat eigenlijk af en toe nog niet eens zo goed uitspeelden. Maar inderdaad, eigenlijk met zo'n 3-0 voorsprong mag je het niet meer spannend maken. Maar het gebeurt wel, dus daar moeten we ook lering uit trekken vandaag. Roda verliest dus. Jullie volgende week naar ADO. Ja. Jullie hebben nu weer die voorsprong gepakt. Ja, nog twee wedstrijden. Dit mogen jullie niet meer weggeven. Nee, ik ben het inderdaad met je eens. Als je nu nog in eigen hand hebt, twee wedstrijden voor het einde, dan moet je het gewoon pakken. Dan moet je ervoor voor gaan. Dan kan je nog iets van dit seizoen maken. Ja, wie had dat gedacht rond de winterstop? Ja, niemand, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Maar nu doen we... Wederopstanding is dit eigenlijk, hè? Ja, nee, eigenlijk wel. Maar ja, niemand had het verwacht. Maar we doen gewoon volop mee. En we hebben ook de kwaliteiten ervoor. Ja, we beginnen bij ADO uit. Dus, jouw oude club? Mijn oude club is ook mooi. Om daar dan zo'n belangrijke wedstrijd te spelen voor ons. Maar al was het niet mijn oude club of een andere club, was het ook allemaal prima geweest. Ik wil daar gewoon winnen. Ja. Ja, het kan nog een heel mooi slot worden. Ja, nee, inderdaad. Hoe mooi zou het zijn om die play-offs te halen na eigenlijk dat je zo'n seizoen hebt gedraaid. Ja.